Frank van Passel is een grote meneer in de Belgische cinema. Hij regisseerde onder andere de films Manneke Pis en Villa de Rose en de fictiereeksen Terug naar Oosterdonk en De Smaak van de Keizer. Zijn films ontvingen meerdere internationale bekroningen. Frank is ook medeoprichter van het productiehuis Caviar, met vestigingen in Brussel, Parijs, Londen en L.A. Maar ook verhalen dichtbij blijven hem interesseren. Mijn grootvader was een heel onbewogen man, behalve op zekere dag. Hij kwam totaal onthutst thuis van zijn werk bij Gevaart in Mortsel. Onderweg naar huis had hij een postbode zien onthoofd worden door een bombardement. Mijn tante Mia Zaliger was ambulancierster, is toen naar Mortsel vertrokken om slachtoffers te helpen. En wat ze toen zag, op die 5 april 1943, is haar heel haar leven bijgebleven. In een paar minuten tijd waren daar 936 doden gevallen door een Amerikaans bombardement op Duitse bezette Mortsel. Van die 936 doden waren er 209 kinderen bij. Wij praten in deze korte film Vriendelijk Vuur met een van de overlevenden, Elza Van Hauwaert. Ja, het was dus een mooie dag, hè, in april. En we zaten in de klas en ik had juist tegen mijn vriendinnetje gezegd dat ik gevraagd had aan die vader of dat ze toch niet naar ons naar school mocht komen. Dat had ik al jaren gevraagd. Die gingen in Edegem naar school en ik had ze maar graag mee naar Mortsel genomen. En van dat jaar mocht ze van die vader meegaan. En ze is er dan ook ingebleven. En ik weet nog goed, we hadden dan een beschuit gekregen van winterhulp. En ze was die aan het opeten achter haar lessen, achter de plaat van haar lessen. Ik zei, god, dat moet je niet doen. En ze zei tegen mij, ik kan het maar gehad hebben. En dat blijft altijd nog in mijn kop spelen, ik kan het maar gehad hebben. En ja, en dan ineens vlogen de ramen open. Hè. We riepen, zuster, zuster, het is alarm. En dat was alarm zo van het vliegplein. Dat was zo heel in de verte te oren, heel in de verte. Want dan zijn we direct rechtgesprongen en dan naar de gang gelopen. Daar zijn we dan al op onze buik gaan liggen. Dan bloeide ik al uit mijn benen van dat glas, denk ik. Ik denk dat we in dat glas zijn gaan liggen van die romen. We zijn maar gaan liggen, de zuster zei gaan liggen. En al geluk dat we niet onder de trap gaan staan. Want er zat dan de andere klas in, onder de trap. Want die zijn er allemaal in gebleven, hè. Die trap is nog beneden gekomen, hè. Ja. En dan zijn we naar beneden gegaan en zijn we in die gang gaan staan. En dan had ik mijn vriendinnetje zo vast geschreven en die riep altijd maar op haar moeder. Zeg, oh, dat is een beetje gedaan, het is gedaan, ze zijn aan het wegvliegen. En plots was het gedaan, en bonken, en een doffe slag. En verder weet ik niet, maar ik moet toch niet lang weg hebben geweest zijn, want ik heb die nog oren weggeronken, die vleegmachine. En dan kwam natuurlijk de grote schrik, hè. Ik zat vast, ik kon niet weg. En ik dacht, nou moest het toch maar eens beginnen te branden, hè. En, maar dat was nou gelukkig niet, maar ik lag wel heel lang, ik lag helemaal van achter. Helemaal van achter, tegen de ketel van de sofa's lag ik. Met mijn kop naar beneden. Want nadien is er nog een meneer gekomen die mijn kop weer recht gehouden, omdat ik dat bekende meer kon houden in mijn rug. Hè. Die deed vreselijk zeer. Maar het ergste was dat er bij mij, naast mij, lag een meisje van mijn klas. En die kon niet meer ademen, hè. Die had geen adem en dan heb ik mijn vinger in haar mond gestoken. En allemaal dat slijk eruit gehaald. En dan vroeg ze, dat toen nog hoorde, of dat samen een act van berouw konden bieden. En dat heeft me dat gedaan en dan is ze gestorven. Sorry, ze, hè. Het is al zo lang geleden, maar het zit er nog altijd in. En ik heb eigenlijk allemaal er zien uithalen. Al de zusters, mijn orkes, in mijn kletskopjes, die heb ik er allemaal zien uithalen. Ik lag helemaal van achter, ik ben het laatste naar huis gehaald. Ze konden mij er niet uithalen, want ze moesten alles met hun handen doen. Hè. Ze mochten geen schub gebruiken. Hè. Dat waren allemaal lijken die er lagen. Hè. Ze hebben dat allemaal met hun handen moeten doen. Hè. Die hebben allemaal die kinderen eruit aan die stenen, allemaal met hun handen moeten weggooien. En daarmee heb ik dat allemaal gezien. Hè. Ik heb dat allemaal gezien. Ja. Maar op het laatste weer dat wel ergste, want ik wist niet meer wat ik deed. En die vader die mij ondersteunde, die had een klak, en ik weet dat nog goed. En ik sloeg die klak van zijn kop. Ik kreeg zoveel pijn, ik wist niet meer wat ik moest doen. En die zei, oh, dat is het laatste dat ik nog hem zei, want mijn huis liet die helemaal plat. Dat is nog het laatste dat ik hem. En mijn kind liet hier ook onder zitten. En dan kwam ik op de koer, hè, en dan zag ik die allemaal liggen, hè, op een rij. Maar mijn vader, rap, mij naar huis gedaan. Hè. Want op weg naar huis, want ik hoorde dat dan van mijn zuster en zo, daar lagen allemaal die mensen met hun benen af en hun armen af. Dat lag allemaal op die weg naar Heidegeem, hè. Ik heb wel met een glimp zo de bus in staan, hè, die bus die uitgebrand was. Hè. Aan het gemeente heb ik nog even gezien. Ja, en dan die lijken die op de koer lagen, allemaal op een rij. Hè. Die lagen allemaal op een rij. En dat hij altijd echt, dat hij heel mijn jeugd. Ik heb niet meer kunnen verder studeren, dat ging niet meer. Ik was nog geen vermenigvuldiging meer doen. Dat kon ik, dat was allemaal weg. Dat was allemaal weg. En ik had nog kolossale schrik, dat er een vliegmachine overkwam, dan bleef ik staan. Dan kreeg ik een verlamming in mijn been en ik kon niet meer verder. En ik heb dat altijd gekregen, hè. Jaren en nu nog, met de 5e april, heb ik zo'n knieën. Het zit er nog altijd in, hè. En als er iets gebeurt op tv, ik kan me toch zo, nog zo kwaad maken, hè. Ik dat dan hoor, dat ze weer gebombardeerd hebben. Ik zie dan die kinderen uit die puinen halen, hè. Ik vind dat verschrikkelijk. Dat is precies of dat ik er nog in lig. Ik kan dat zo voelen bij die kinderen. Hè. Of dat, wat die meemaken, er in die, onder die puinen. Dat is mijn kop stak nog boven, hè. Ik kon nog ademen. Hè. Maar die kindjes die er helemaal onder liggen, die konden niet meer ademen. Hè. Dat ging niet meer. Die waren allemaal gestikt. Ja. Maar ja, ik ben er gelukkig nog goed van afgekomen. Hè. Ik ben er gelukkig goed van afgekomen, dat denk ik altijd. Je hebt nog veel geluk gehad. Veel geluk, want al mijn vriendinnetjes zijn erin gebleven. We waren maar met 3 over. Dat ik weet, hè. We waren maar met 3 over. Ja. Het is gebeurd natuurlijk, hè, maar het zou moeten ophouden, hè. Al die miseren, hè. Het zou moeten gedaan zijn. Dat die kinderen dat niet meer moeten meemaken. Ze dragen die hele leven mee, hè. Ja. Het zou moeten ophouden, het houdt niet op. Je kunt wel veel erom denken en doen, maar wij kunnen er niks aan doen. Hè. Wij kunnen er niks aan doen. Wij kunnen maar niet anders doen dan een beetje goed voor elkaar zijn. Hè. Vind je dat niet? Een beetje goed voor elkaar zijn. Ja, dat is al dat we kunnen doen. Ja.